Voor Kwik was het de wedstrijd van de allerlaatste kans. Tegen titelfavoriet Skaldes is het makkelijker gezegd dan gedaan, al waren er geruchten in de wandelgangen dat Skaldes wel op hun lauweren zou rusten. Dat laatste gerucht was bij de Skaldianen niet eens ter sprake gekomen en zij zouden hun sportieve plicht doen, zoals het hoorde. Dat is bij ons nooit ter sprake gekomen en ik vind ook, ja, het is het sport, iedereen moet daar ook sportief mee omgaan. In mijn hoofd zeker niet opgekomen van deze wedstrijd cadeau te geven. Absoluut niet. Dat weten we dan ook weer. Het is de thuisploeg Kwik dat het best uit de startblokken komt en de 1-0 op het scorebord zet. De aanwezige Skaldiaanse supporters schreeuwen hun kelen schor en komen op gelijke hoogte, de 1-1. De bezoekers gaan verder door op hun elan en scoren de 2-4. Kwik was nogthans goed voorbereid. Hetzelfde als anders. Elke wedstrijd wilt je winnen, dus je traint zo hard dat je kunt. Je bereidt je zo goed mogelijk voor op de wedstrijd. En dan op de dag zelf moet het natuurlijk gebeuren. In deze wedstrijd gebeurt het vooral voor Skaldes dat de 2-6 binnengooit. Niet veel later scoort kapitein en publiekslieveling nummer 1 Bart Kleijman de 3-7. Kwik spartelt zoveel mogelijk tegen en scoort de 6-9. Het was bij momenten een harde wedstrijd en dat mocht ook Patty Peters ondervinden. Na een gemene elleboogstoot gaat ze onderuit. Even koken de potjes over. Terecht trouwens. Ja, inderdaad. Zeker in het begin was het heel hard, vond ik. Maar ja, het is natuurlijk, het is logisch, het is een wedstrijd. Zeker langs de kant van Kwik. Voor hun was het alles of niks. Hè. Dus begrijp dat wel, dat je dan wel extra, dat extra tandje bij moet zetten. En waardoor dat je dan uiteindelijk ook wel eens af en toe wat meer fouten maakt. Hè. Skaldes gaat ook na de rust verder door op hun elan. En al snel scoren ze de 8-12. Ook Patty Peters, herstel van de elleboog, speelt verder een goede wedstrijd en maakt met de inloper, de 9-13. De sportieve staf van Kwik wist toen al hoe laat het was. Het kalf is ondertussen verdronken voor de thuisploeg en Skaldes begint beter en beter te spelen, de 9-16. De kleinste Skaldiaan supporter was er gerust in en deed een dutje. De Kwik supporter steunde haar ploeg tot het bittere einde. En de Skaldes supporters, die maakte er een feest van. Op het veld denderde de Skaldes-trein verder door de 17-25. Skaldes won de wedstrijd met 18-26 en speelde het spel eerlijk tegenover de andere teams. Voor Kwik komt er een jaar promoleague aan en wij hopen dat ze, net hetzelfde als Borgerhout, meteen de terugkeer maken naar de topleague. Wij wensen de Kwik-familie het allerbeste toe in de komende competitie. Ja, dat is een mengeling van gevoelens. Langs de ene kant is dat inderdaad misschien niet slecht. Kun je volgend jaar iets rapper en gemakkelijker de jonge talenten de kans geven om erin te komen. Natuurlijk leren je nergens sneller bij dan in de topleague. Dan kom je echt tegen de toppers. En dan mocht je natuurlijk iets verliezen, dat kan heus geen kwaad. Maar natuurlijk in de promoleague is het misschien net iets gemakkelijker om in een jonge groep toe te groeien naar de topleague toe. Ja, we hebben echt wel wat tegenslagen gehad. Echt een aantal spelers en speelsters die toch wel al een heel seizoen met kwetsures te kampen hebben. Al bij al wel. Ja. We hebben nu de tweede plaats. Ik weet niet wat voorwaarts nu gedaan heeft, maar oftewel 1 punt voor, oftewel 2 punten voor. Kijken naar de volgende week. We zijn er heel hard aan het werken om over 8 te scoren. Ik heb in het begin van het seizoen heel veel coachen gehoord die als zeggen van ja, Skaldes bestaat maar, of coachen ervoor niet altijd coachen, maar toch korfbal liefhebbers zal ik dan zeggen. Skaldes bestaat maar uit 2 spelers, van in het begin ontkracht en dat is absoluut niet zo. De laatste weken zien we dat ook, we zijn over meerdere personen aan het scoren, we doen er heel hard ons best voor en dat werkt. En ik hoop dat we dat natuurlijk nog een paar weken kunnen verder zetten natuurlijk. Dat is een mengeling van gevoelens. Langs de ene kant is dat inderdaad misschien niet slecht. Kun je volgend jaar iets rapper en gemakkelijker de jonge talenten de kans geven om erin te komen. Natuurlijk leren je nergens sneller bij dan in de topleague. Dan kom je echt tegen de toppers.
En dan mocht je natuurlijk eens verliezen, dat kan heus geen kwaad. Maar natuurlijk in de, top, in de Promo League ja, is het misschien net iets gemakkelijker om in een jonge groep toe te groeien naar de Top League toe.